Ja, het zijn een aantal dingen wat ik helemaal niet kon uh, geloven. Hij heeft een baan gehad en daar heeft hij aanbestedingen gedaan. En daar besliste hij over tonnen aan aanbestedingen. En hij heeft nooit geweten wat hij nou betekend <laughs> heeft. Ik heb ook een huis gekocht, maar vraag me niet wat Dat heb, kun je tekent. Dat weet ik geloven. nu nog niet. Daar uh, kan je allemaal doorheen bluffen. Wij zetten liever ons handtekening. Dat is dat ik ga zeggen, ik kan niet lezen. En schrijven. Ja, dat, is, dat is onbegrijpelijk. Maar... Dat, ben je echt, dat heb je geluk gehad nog. Nou, ik ben wel eerlijk, zonder mijn vrouw had ik het niet gered. Nee. Ze is een paar jaar geleden overleden. Maar zonder haar had ik hier ook niet gezeten. Nee. Maar je bent dus ook niet met haar gaan reizen. Nee, nee ik had ook, uh, ja, ook een voorbeeld. Ik had graag met haar willen trouwen. Zo ver gaat het. Maar je durft zelfs niet met je vrouw te trouwen, nee. door je een kleintje, dichtje moet voorlezen. Want ja. dan komt de familie erachter, dat je niet kunt lezen en schrijven. Oh, ja.